Maurice Donkers zette in juli een mini-biep in zijn tuin. De hele buurt was er blij mee, maar het kastje is plotseling gestolen. De mini-biep is gestolen in de nacht van 3 op 4 september. Mijn buurvrouw heeft hem nog gezien om 2 uur 's nachts en om 10 uur 's ochtends was hij verdwenen. Dus ergens tussen die tijd is hij gestolen. Ik heb geen flauw idee wie die mini-biep heeft meegenomen. Ik gok dat iemand hem mooi vond. Ik ben hem nog niet tegengekomen op Marktplaats. Ik heb hem ook niet gezien op Facebook. Ik heb wel oproepen geplaatst via Twitter en Nextdoor en Facebook om te vragen of iedereen even een oogje in het zeil wil houden. Het was een mintgroen kastje. Onderin stonden de boeken, bovenop stonden de stekjes. Van binnen was het blauw. En achterop stond nog de naam van de mini-biep. De mini-biep heette Bladeren. Ik ben met die mini-biep begonnen omdat het me vooral omdat het me leuk leek. Ik had boeken over, ik had stekjes over. En dit was een hele mooie manier om ze te ruilen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het kastje nog terugkomt. Ik heb wel netjes aangifte gedaan natuurlijk. En ik heb op Twitter en Facebook en Nextdoor oproepen geplaatst om te vragen of mensen een oogje in het zeil willen houden. Maar de kans dat het kastje terugkomt is natuurlijk vrij klein. Maar dan koop ik gewoon een nieuwe. Dan gaan we een nieuwe maken. Nou, mocht iemand het kastje zien, ergens tegenkomen, Marktplaats, op Facebook of op welke website dan ook, of bij iemand in de huiskamer of langs de kant van de straat, dan zou het heel fijn zijn als ze contact met mij zouden opnemen.